Yo kijkers van Watchtech, welkom bij deze nieuwe video over de hype die gaat komen over Kingdom 2. Maar helaas heet dat geen Kingdom 2 meer, het heet nu Open Kingdom. Open Kingdom gaat eigenlijk verder met het verhaal van Kingdom 2, waaronder dat er een aantal kingdoms verwaarloosd zijn in de tijd en nu er nieuwe kingdoms gaan komen. Hier staat het allemaal, mensen. Hier zie je dus Wesley. Die heeft al een post gemaakt. Want ja, binnenkort komt Kingdom 2. Verschat het met ongeveer een weekje. Tot een paar dagen. Eventueel 2 weken als het developer ietsjes nog in de weg zit. Maar ze willen een bug-free maken. Zodat jullie de beste prestatie kunnen krijgen. Kingdom 2 is eigenlijk gewoon bijna in principe hetzelfde als Kingdom 1. Alleen is het wat meer hardcore qua roleplay, fights. En dat er toch wat anders loopt dan de Kingdom 1 story. Want de Kingdom 1 server is eigenlijk gewoon een server waarin YouTubers voornamelijk met elkaar storyline kunnen schrijven. En Kingdom 2 is puur voor de gameplay van jullie. Dus ja, laten we even kijken. Kingdom 2, hier wordt een beetje het verhaal beschreven. Wat er eigenlijk op neerkomt is dat de huidige kingdoms verdreven zijn. En daardoor Empire. En dat daar nu voor nieuwe inboorlingen die toch wel weer uit de omgeving zijn gekomen. En daarvoor een nieuwe cultuur aan het opbouwen zijn voor 5 nieuwe kingdoms die gaan komen. En dan zien jullie hier al vast wat afbeeldingen. Jullie kunnen het allemaal teruglezen als je het linkje in de beschrijving even op gaat drukken. Dan zie je hier Aos. Aos zou het elfenkingdom zijn. Het staat hier wel ras elfen. En koning van Aos zal voorjaar zijn. Dus ja, dat wordt wat. Dan heb je hier Excalor. Dat is dan het noordelijke rijk van de halfgod elfen. Dus het zijn halfgod elfen en de koning is Xeloth, deze afstammelingen van Adamantium. Mensen van Adamantium en Eredon. En hieronder staat Catwin. Catwin is ook een ras van één koekje van mij. Hey, die heeft in deze heeft in Tixa gezeten volgens mij. Een ras mensen. En deze zijn zeg maar de mensen die gekozen hebben om de naam te pakken van de alliantie die alle kingdoms samen hadden op Mal'Shan Nadan. Om te vechten tegen Empire. En ja, ze hebben dezelfde idealen dus vandaar. Dus dat is wel grappig. Dan heb je hier Care. Dat is ook het kingdom waar ik in zou gaan. Het westelijke rijk van de woeste natuurlandschappen. Dus een beetje een lekker rustig kingdom toch. Weet je, ras mensen. En de koning is Arons. Die heeft ook in Talivia gezeten. Dus er zitten hier ook weer wat roots van Talivia bij. En dan heb je Onamaril. Vraag het niet aan mij. Maar Onamaril is het noordelijke rijk van geweld en oorlog. En daar zal dus Crappy Bird. Volgens mij zat hij of in Ivar of in Mal'Shan. Ik weet niet meer, één van die twee. Het spijt me jongens dat ik het niet weet. Want ja, ik heb al heel lang geen Kingdom 2 gespeeld. Maar ja, dit zullen ook mensen zijn. En dit zal dus het rijk zijn van oorlog en geweld. Wat bijna elke PvP'er wel wil, toch? Kijk. Ja, dit is dus een beetje waar het over gaat. Maar dan heb je nog een heleboel. Ik was hier net al een beetje aan het kijken. En ja, Doomerix heeft een beetje in het principe kort verteld wat dus meer de nieuwe futures zullen zijn in de Kingdom. Kingdom zal eigenlijk dus meer dingen gaan bevatten voor jullie de spelers. En dat houdt dus in extra soorten varianten van oorlog. Er zullen ook dungeon raids bijkomen en ja, het claimen van land komt erbij. Dus het zijn eigenlijk wel vrij nieuwe stukjes. Het is wel leuk, we gaan even kijken. Om erop te kunnen komen heb je sowieso een legaal Minecraft account nodig. Die je hebt gekocht bij Mojang, 25 euro volgens mij op dit moment. Een Open Kingdom whitelist, een rank waar de whitelist is inbegrepen. Dus je kan ervoor kiezen of je een rank wil kopen op de DDG server. Of dat je een losse whitelist van 5 euro koopt, weet je wel. Dat ga ik denk ik ook maar doen als ik geen rankje krijg. Maar hier gaan we even verder kijken. Ja, het chat systeem is dus eigenlijk wel het is een beetje typisch, weet je wel, dat je uitroepteken voor de chat moet zetten, praat je in global. Maar in dit geval werkt dat niet meer. Dat moeten jullie zichzelf even uit gaan zoeken. Je kan Ender Chest space kopen. Dat is allemaal verder niet belangrijk voor deze video. Maar dit wel even, de Influence Protectie Systeem. Dat is dus wat ik net zei. Wat het eigenlijk gaat inhouden is, je hebt je hoofdstad. Die heeft een claimradius van 100 blokken. En daarin is dus alles geclaimd. Dus daar kunnen niet echt veel andere mensen meer in. Je hebt zeg maar nog gewoon de hertogen opslagen. Die heb je ook in steden van hertogen zeg maar dus straks weer. Maar je hebt ook gewoon de normale claimruimte waar ik zeg maar wat. Waar gewoon dus de spelers gewoon op kunnen bouwen. Zonder dat er iemand gewoon zonder
iets kapot te maken op kan worden gebouwd. Tenzij ze natuurlijk influence hebben, want dan kunnen ze overal doorheen. Maar ja, wat heb je dan daarnaast? Want het zou een beetje lullig zijn als alles gewoon kapot kan worden gemaakt. Ja, daarvoor hebben ze nu gekozen om bepaalde punten, dus eigenlijk dorpjes, steden, tempels, weet ik veel, wat eigenlijk van belang is, om daar toch even wat claim power op te leggen. Dus stel je wil dus je eigen dorpje gaan beginnen, maar je wil toch niet dat mensen het zomaar kunnen gaan aanvallen. Dan kan je dus eigenlijk gewoon ervoor zorgen dat het geclaimd wordt op jouw groep. Dus gewoon dus zeg maar dat alle mensen van die in die groep daar dus gewoon dat het daar eigenlijk dus gewoon geprotect is. Dat is wel even fijn. Maar wat moet je daar nou voor hebben? Dat is even heel kort gezegd. Een muur, een hoogte, breedte, een level defense. Maakt niet uit. Het kan gewoon dus een houten muurtje zijn. Een dergelijk aantal gebouwen van een redelijke kwaliteit. Een centraal punt, bijvoorbeeld een hoofdgebouw, fort, tempel. Weet je, allemaal een beetje wat ik al zei. Dus vandaar andere standaarden, behoeftigheden, zoals paden enzovoort. Dus rivieren. Weet je wel, wat een beetje leuk is. Waardoor het toch een beetje het kingdom aspect weer aankleedt. Hieronder staat allemaal dingen, wat als je TNT wil afsteken moet je 250 influence gebruiken. Ja, deze vond ik ook wel leuk trouwens. Schapen scheren 15 influence, maar per minuut krijg je dan weer een influence point. Dus stel je wilt, heb 250 uur of een minuten gespeeld. Dus eens even kijken, 60, dat is bijna 5 uur op de server. Dan kan je een keer een TNT blokje afspelen, afsteken, dat is wel leuk. Je kan volgens mij tot 1000 influence opbouwen, wat ik ervan weet. Dus ja, ik weet niet, is nog niet bekend, in ieder geval staat er niet op. Dan gaan we naar de Wild Hunt en Empire. Wild Hunt en Empire zullen op deze map eigenlijk gewoon dood kunnen gaan. Dus denk van Empire heeft wel heel veel rijen hartjes. En de Wild Hunt ook. Het is dan weer het vervangsel van de vingers. Of de vingers, zoals je het kan zeggen. En ja, hier staat ook wel. Wild Hunt karakters zijn natuurlijk agressief naar spelers. Hier staat wel 3 rijen aan hitpoints, 30 hartjes, 60 halve hartjes. En wat met diverse spells, echter met cooldown. De mogelijkheid om dichtbij naar kingdoms te kunnen tp'en. Diamond en Iron Gear met maximale enchantments. En een aantal golden apples. Maar ja, dat is dus niet dat ze honderden stacks hebben. Dus ja, met een leger zou je er dus al eentje kunnen killen. Dan heb je Empire 5 rijen aan hitpoints. Holy shit, dat zijn 50 hatjes en 100 halve hatjes. Een wand met typische, maar dus diverse spells. Diamond gear met maximale enchantments. En een aantal golden apples ook weer hetzelfde. Zowel Empire als Wild Hunt kunnen in roleplay segmenten nog steeds worden ingesteld dat ze geen extra damage vangen. Buiten de segmenten zijn ze altijd wel te killen. Dus ja, roleplay items zullen dus altijd dat ze niet dood kunnen gaan, helaas. De Wild Hunt jaagt op spelers die zich in woeste en vrije landschappen van Bovisti bevinden. Wees dus op je hoede als je het idee krijgt dat je achtervolgd wordt. Ja, want dat is ook leuk. Het is namelijk zo dat als je op de server zit, dat je alleen maar in een radius van 50 blokken om je heen kan praten. Dus stel je bent aan het praten in de gameplay en er komt in één keer iemand anders langs die denkt van, hey, ik pik een gesprek op van een paar rare mensen. Ja, dan is het zo dat ze daar mooi op kunnen jagen, weet je wel. Nou, dan heb je ranks. Nou, dat houdt dus in ridder 2, weet je wel. Al die standaard dingen die er al in zaten. Maar familiesystemen, die komen toch wel weer even naar boven. Dit was volgens mij ook in de vorige map. Je kan een familie starten door wel wat extra te doneren. Maar dat is wel leuk trouwens. Want als je dan een familie hebt, dan komt dat dus ook in de chat te staan. Wij willen de ja, ik ga het niet zeggen jongens. Voordat het verkeerd gaat, straks aan jullie mijn naam claimen dat ik niet wil. Ik heb ook nog wel een paar alternatieven. Maar deze is toch wel even de beste, weet je. Ja, hier staat wel de familienaam, familietag. En ja, dan kan je mensen dus inviten voor je familie. Dus dat is wel leuk. En dan zie je wel gast. Oftewel kingdom volgens mij. Weet ik veel. Of je rank. Ridder 1. Hertog. Koning. En dan zie je hier dus je tag van je familie. RD. Doemerix gegroet. En ja, hier staat wel alles bij. Dus dat is wel leuk. Dan heb je het kingdom relation systeem. En dat heeft er meer mee te maken dat je een alliantie kan krijgen met verschillende koningen. Dus stel, Keir komt bij een ander kingdom. Dan is het zo dat ze daar dus, of Keir komt bij Aos, zeg maar, dan kunnen ze een alliantie sluiten als ze dat willen. En ja, dan moeten ze dus wel bij elkaar zijn, dan pas kunnen ze de command invullen. Dus hier staat wel, Kingdom A wilt alliantie met Kingdom B. Hiervoor zal de koning van Kingdom A in de buurt moeten zijn van Kingdom B. Terwijl ze in de roleplay zogenaamd een verdrag afsluiten. En er staat ook wel bij dat allianties niet geslagen kunnen worden. Dus hier zie je het wel, je staat dan je relatie met Empire, status, vijand. En die kan je natuurlijk wel aanvallen. Neutrale kingdoms kan je volgens mij ook aanvallen, weet ik niet zeker. Ik ga er wel vanuit. Ja, alliantie is er sowieso niet, dus dat is wel fijn.
Ja, het oude Kingdom locatiesysteem is ook aangepast. Ja, dat heeft dus te maken met waar je bent. Dat is ook heel handig, het locatiesysteem. Dus je bent in de Kingdom Empire. Je bent in Aos, je bent in Ker. Het kan allemaal, of je staat in een tempel, of je staat in een bepaald gebied. Of, ja, of in een ander soort door de server aangegeven locatie staat. Oké, helemaal goed. Ja, het zal ook wel zijn. Ik weet alleen niet. Oh ja, dit heeft te maken met. Ja, dat komen we later op. Realisme is dat namelijk. Dat zie je hier wel. Het zal real-time zijn. Dus stel, je zal. Wat zullen we zeggen? We zullen. Het zal dag zijn in Amsterdam. Dan is het dus eigenlijk ook gewoon dag in de game. Dus dat is heel erg leuk. En als het nacht is, dan is het nacht. Zo kan je het spelen. Dus het zal echt real-time zijn. Dat is wel echt een hele vette, coole plugin. En temperatuur, dat is ook wel een nieuw iets, want zolang jij minder dan 7 hunger bars hebt aan eten, dan ga je daar dus een probleem mee krijgen, zoals hier. Dan kan je weakness 3 krijgen, mining fatigue, of nee, je hebt zelfs wither 2, of je gaat food level niet onder. Ja, wither 2, als je onder de 7 bent en je hebt in het koudste geval, want hier staat ijskoude temperatuur, zou je hier dus... minder dan 7 bars hebben of geen leather gear aan hebben, dan krijg je wither 2 en dan kan het zijn dat je doodgaat. Ja, dan heb je hier nog wat mining fatigue, normaal. Hier staat verder niks bij. En zelfs als je in de warmste verschroeiende temperaturen komt, nabij Empire staat hier al wel een zeer oorrijk gebied. Dan moet je dus eigenlijk altijd wel armor hebben waar fire protection op staat, anders heb je een probleem. Leuk is dat. En dan heb je natuurlijk de oorlogen, wat ik net benoemde. Dat zijn de 4, zeg maar de 4 soorten oorlogen. Die staan hier ook wel bij. Dat is de klassieke oorlog, de massa-oorlog, de oorlog onder de bloedmaan en de botenoorlog. En dan heb je hier allemaal dingen wat erbij staat. Deel van spelers staat uit, dus je kan nu weer door spelers heen rennen. En zelfs de Golden Apples staan uit, dat is ook wel fijn. Frostwalker staat uit. Je kan de enchantment krijgen, maar werkt niet. Damage values van wapens en armor zijn direct overgenomen van 1.8 en we gebruiken het generation systeem van 1.8. Dus PvP'ers, jullie kunnen blij zijn. 1.7, 1.8 PvP zit er nog lekker in. En dan kunnen jullie lekker genieten van de PvP. Dan heb je gewoon de klassieke oorlogen, die kent iedereen wel. Dan heb je de massa-oorlogen, dat is met een groot gevecht tussen vrijwel elk kingdom. Dus een wereldoorlog kan je wel zeggen. En dan heb je de oorlog onder de bloedmaan. Deze is heel vet trouwens. Hier staat dat de Wild Hunt oorlog komt zielen stelen van inwoners van de kingdoms. De bloedmaan valt en de Wild Hunt is op hun sterkst. In dit soort situaties is het slim om je allianties in te schakelen tijdens het verdedigen van je koninkrijk. Gezien de Wild Hunt niet alleen zou komen. En ja, de Wild Hunt kan dood. Dus stel, dat zie je dus in het beeld. De Wild Hunt oorlog, ja... Dan ben je fucked. Botenoorlog. En zet de zeilenmaten. Want elk kingdom met een boot zal een boot naar keuze gecopy-paste krijgen in de oceaan. Tijdens deze oorlogsmodus is het dus niet mogelijk om te zwemmen in het water van de oceaan. Doe je dit wel, dan zal er damage te vangen zijn. En dan ga je dood. En dat willen we niet. Ja. En dan wie het langs volhoudt wint en wie niet. Dus ja, ik kan een lekkere bootje zo piu piu piu. Dat is wel heel erg leuk. Eos is ook heel handig. Dit heeft meer te maken met het handelen. Daar ga ik jullie zelf in laten kijken. En dan zie je hier het slot. Ja, mensen, dit is eigenlijk een beetje het algemene begrip. Het linkje staat in de beschrijving. Als je het zelf nog even door wil lezen in de details, zal ik wel aanraden. Want dat maakt het alleen maar wat makkelijker. Maar ja, ik ga natuurlijk ook dit spelen. En dan vraag je me wel af van welk kingdom, Leon? Ik ga in Keer. Want Keer is een kingdom van wat oorspronkelijk een beetje bestond uit Talivia. En er gaan een heleboel Talivia natuurlijk weer naartoe. En ja, mij lijkt het ook heel leuk om het te proberen. Want ja, wie wil er nou niet lekker... Je begrijpt me wel, denk ik. Maar we gaan even kijken, want hier zie je het al. Kingdom Keer. Ik ga hier heel veel promotie van maken. De wolven. Dus ja, we zijn in dit geval de stinkende honden in plaats van Fenrir. En dan zie je dus dat Arons, oftewel Maas, Mees was de... Ja, Mees, die... Wauw, ik val nu al. Maar Mees is hier koning van. Hidde is een hertog. En dan heb je Tyrion is een hertog. En je hebt Gintalor is een hertog. En ja, je hebt een heel verhaal. Dat moet je zelf uit gaan zoeken, want ik ga nu een beetje uitleggen hoe het werkt. Hier zie je ook wel een screen. Die heb ik hier al staan. Dit zal dus eigenlijk de verdeling zijn. Ik heb nog wel een betere foto. Maar hier zit dus de hoofdstad. Ik denk dat hier een brug komt. Of hier. Een van de twee. Ik hoop hier een brug trouwens. Dan kan je gewoon via hier zo. Wow, provincie Anquium. En ja, wij zitten een beetje in het westen. Dus dat is wel heel erg leuk. Mooie rivier. Rivier de Loor. Bay van Keer. Mooi man. Hoofdstad Heralim. Ementris.
Dogar en Enquiem. Laten we het zo maar zeggen. Ja, dan moet die. Deze was het. Hier staat er dus wel dat zeg maar elk hertogdom wat daar dus bij zit, zal zijn eigen specialiteit hebben. En dat zal niet voor elk kingdom gelden, maar dit is zeg maar het idee van Keir. En dat lijkt me ook wel leuk om dan te kijken. Hier staat wel dat tenslotte de provincie van Tyrodin. Hier zullen bouwers grote vrijheid hebben. De bouwregeling is hier dan ook wat gemakkelijker. Stel, je wilt een dorp of een kasteel. Wat nu? Als je een dorp, kasteel of iets anders wil bouwen op Keir, zijn er een paar dingen waar je rekening mee moet houden. In welke provincie? Welk doel heeft mijn project? Ja, een beetje de standaard dingen. Maar ja, ik zou gewoon adviseren om sowieso een groepje bij elkaar te verzamelen. Om dan toch even lekker wat te gaan proberen. En ja, altijd als je zegt van ik kan goed bouwen, dan kan je altijd nog even bouwteam joinen van de boys van Keir. Ik ga wel wat doen. Wij willen wel een base bouwen en wij gaan ook wel een leuk dorpje bouwen. Dus ja, dat wordt leuk. Heel Zera gaat hier trouwens in. En wil jij kans maken om er in ieder geval bij onze groep te komen, dan moet je natuurlijk bewijzen. En dat doen we niet heel gemakkelijk. We willen natuurlijk wel weten of jij het kan. Plus, als jij hier goed je best op doet, willen we dit ook gaan gebruiken als een recruteermiddel voor Zera. Dus stel, je wilt in Zera, kan je het sowieso hier proberen op Keir of in Keir. Moet je dan alleen wel even een Kingdom 2 whitelist verhalen. Maar in ieder geval, zo kunnen we zien of jij het waar bent om ons te kunnen versterken. En anders heb je altijd nog een leuke tijd op Kingdom 2. Net niet Kingdom 1, maar toch wel weer eventjes het roleplay, PvP, wat er allemaal een beetje in zit. En ja, ik wil graag weten of jullie mee gaan doen. En dat jullie natuurlijk naar Keir gaan of niet en waarom niet. Ik weet dat een aantal mensen bijvoorbeeld graag naar Aos gaan of naar een andere kingdom. Dat moeten jullie natuurlijk allemaal zelf weten. Daar ga ik natuurlijk zelf niet over. Maar ik ben wel benieuwd. Dus ik hoop in ieder geval dat jullie dit een interessante video vinden. Laat het natuurlijk weten in de reacties toe, dus dat duimpje omhoog. En ja, misschien tot over een week dat alweer Kingdom gaat beginnen. Ik hoop in ieder geval dat jullie de spoilers, die ook even voorbij kwamen, want ik heb ook een paar afbeeldingen hier nu ook weer in beeld. Dan ja, dat zijn de spoilers die nog niet gegeven zijn, maar die ik al wel even mocht doen. Dus hopelijk vonden jullie het even leuk en leerzaam. Dan zie ik jullie straks op Kingdom 2, denk ik. Later!